In deze korte clip gaan we kijken naar het nut van een invulflits. Invulflitsen doe je wanneer je tegenlicht hebt, je onderwerpen silhouet zou worden met een gewone belichting. Dan belicht je op de achtergrond zodat dat goed belicht is en het onderwerp belicht je met de flits. Goed, een klassiek voorbeeld daarbij is wanneer je iemand vraagt om dat iemand op een portretfoto, en of je dat met je telefoon doet of met je EOS, maakt allemaal niet uit, dan gaan ze voor een raam staan en dan sta jij binnen. Eigenlijk moet het andersom zijn, je moet het model binnenzetten en jij moet bij het raam staan, want dan valt het licht op het model. Maar dat doen we vaak niet, het is vaak net andersom. En dan staan ze dus voor een helder raam, ja, en een helder raam is tegenlicht. En wanneer je dan gewoon belicht, en ik heb hier een 50ste 5.6 en ISO 200, staat het streepje netjes in het midden van de, ja, de algemene belichting. En wanneer ik dan een foto maak, ja, dan zie je dus een donker hoofd. He, buiten is het eigenlijk ook al te licht, maar goed, het hoofd is sowieso al te donker. Goed, dat kun je dan oplossen en zeggen, ja, ik heb geen flits, dus wat doen we dan? Nou, dan maken we die sluitertijd langer, dus zodat ik, nou, ik ben nou, ik zou iets minder dan 2 stopjes overbelicht. Ja, en wanneer ik nu de foto maak, ja, dan staat het model er wel goed op. Maar dan heb je dus een overbelichte achtergrond. Dat is ook vaak niet mooi, hè? Dat zijn uitgebeten luchten of van alles en nog wel wat witter is, wordt dan vaak overbelicht. Dus dat is ook niet de bedoeling. Nou goed, we gaan maar eens even terug naar die 50ste en we gaan dus een flitser gebruiken. En je kunt natuurlijk de interne flitser gebruiken, dus een 80D met een interne flitser, maar we hebben nou een 430EX erop staan. Maar dat kan ook een EL100, dat is een prachtig leuk flitsertje. Die kan, heeft ook een kantelkopje, maar het moet wel iets met een kantelkopje zijn en een draaikopje. Dus goed, dat hebben we zo gedaan. Wat we eigenlijk al eerst als willen is naar die buitenkant kijken. Ja, en dan zien we toch van, dat is toch wel heel erg licht. Dus we gaan de sluitertijd maar eens korter maken, zodanig dat, dat het buiten, ja, beter donkerder is. Dat het meer overeenkomt met de werkelijkheid. Maar dan wordt zij natuurlijk nog donkerder. Nou, daar komt dan die flits in pas. Ja, dus we staan op een 200ste, 5.6 en ISO 200. Wanneer ik nu een foto maak, tjop, dan zie je dus wat er gebeurt. Buiten wordt het donkerder en zij wordt beter belicht. Ik gebruik het woord goed belicht nog niet helemaal. Want wanneer je even kijkt, dan zie je, ja, dat licht komt gewoon frontaal op dat model of op je model. Ja, dat is niet echt flatteus. Dus wat gaan we doen? Wat we dan meestal gaan doen is de flitser omhoog zetten. Nou, om via het plafond. Ik heb hier een wit plafond en ik ga nu flitsen. Ik verander helemaal niks. Flitser staat op ETTL, heel belangrijk. Dus de camera staat in dit geval in de M-stand. Er zijn dus geen fluctuaties door ander licht buiten. Dat is gewoon in de M-stand. Vaste waardes. En mijn flitser staat op ETTL. Die kan eventueel verschillen in belichting, kan die regelen met de output van die flitser. Goed, en wat doe ik nu? Nu maak ik een foto en dat, hey, dat ziet er al meteen een stuk fraaier uit. Want in plaats van dat je dus bijna geen doortekening hebt in dat gezicht, komt er ineens doortekening omdat het licht nu van schuin boven valt. Nou, dan ben je al een heel stuk verder. Nou, we hebben allemaal flitskapjes. Tenminste, de meeste mensen hebben een flitskapje. Dan ga ik hem maar eens opzetten. Dit flitskapje hoort bij de flitser. Dat is een passend iets. Dat is ook een kennend flitskapje. En dan weet die flitser dat er een kapje op zit. En dat heeft invloed op het vermogen wat hij gaat gebruiken om te flitsen. Ik hoef dan verder niks in te stellen, maar hij weet nu, er staat een kapje op en daar gaat hij rekening mee houden. Want wat ga ik nu doen? Ik zet hem misschien ietsje rechter op en ik flits. En wat gebeurt er nu? Het portret wordt nog mooier, want in plaats van dat het licht hard van de bovenkant valt, komt er nu ook een stukje van voor. Dus zo maak je al een veel beter portret. En je ziet hoe simpel dat het is. Flitser aanzetten, camera in de M-stand, die in ETTL en indirect flitsen, komt helemaal goed. Heb je geen plafond, gebruik dan een, desnoods een kartonnen bord of zo, hè, wit, of een reflectiescherm, wit. Ja, dan kun je zelf dat vlak waar die tegenaan flitst, kun je gebruiken. Want, wat gaan we nog meer doen? Kijk, het ziet er nou wel leuk uit, maar het is nog steeds frontaal. Dus, wat gaan we doen? We gaan die flitser maar eens op de muur zetten. Rechts is hier een muur, kun je zien, en er zit wel een grijze balk op, maar vaak is een muur wit. Zo in ieder geval een witte muur. Met een groene muur, een rode muur, moet je niet gaan gebruiken. Ja, maar bij een witte muur heb je geen muur of is de muur niet goed gekleurd, gebruik weer een reflectiescherm, een grote reflectiescherm. En dat reflectiescherm mag best wat dichterbij zijn. Hoe groter het reflectiescherm ten opzichte van de pop, hoe beter het licht verdeeld wordt. Maar goed, we gaan ook hier maar eens een foto mee maken. Zo. En nou zie je, nou komt het licht van de zijkant. En dat ziet er ook weer net weer even wat beter uit. Alleen je ziet, ja, het gezicht wordt nou eigenlijk alleen maar op dezelfde hoogte belicht. En het liefst zou je het van schuin boven hebben. En dat kan. Want wat doen we? We draaien die kop omhoog. En we maken nu eens een flitsfoto. Je ziet, ik hoef niks aan de power, de kracht van die flits. Die berekent het allemaal zelf. Hè? Dus ik maak weer een flits.
Kijk, en nu zie je al dat het weer een stuk beter wordt. Het licht komt nu van de zijkant, maar ook van de bovenkant. En wanneer ik nou vind dat er toch nog een beetje licht van de voorkant moet vallen, ja, dan ben je spekkoper wanneer je zo'n flitskapje hebt. Want het flitskapje gaat er nu voor zorgen dat je de ultieme invulflitsfoto binnen gaat maken. Dus indirect onder een hoek van boven naar beneden toe met een flitskapje erop. En daar gaat hij. 1, 2, hupsakee. En nu zie je, het wordt allemaal netjes uitgelicht. Het licht komt enigszins van de schuin boven, wat we gewend zijn van een foto. Hè. De zon staat altijd schuin boven ons. Ja, maar het wordt toch nog een beetje rechtdoor belicht door dat flitskapje. Nou ja, en zo kun je dus ook wanneer je een reportage aan het maken bent, hè, dan zet je hem gewoon naar voren toe natuurlijk. Maar dan kun je met zo'n flitskapje en indirect flitsen tot hele fraaie flitsresultaten komen. En dat is iets waar wij eigenlijk niet zo gewend zijn, want we vinden altijd foto's heel hard en dingen. Maar wanneer je het bestaande licht een beetje combineert met het flitslicht, krijg je dit soort interessante en toch ook al relatief mooie, mooi belichte portretfoto's. Tot zover.